Vandaag spreek ik met Jos Streppel, tot voor kort de voorzitter van de monitoringcommissie Nederlandse Corporate Governance Code, beter bekend als de commissie Streppel. Deze commissie is in 2008 ingesteld door de ministeries van Economische Zaken, Financiën en Justitie. Op 1 oktober heeft de commissie Streppel haar eindrapport aangeboden aan minister Kamp. Graag kijk ik vandaag terug met Jos Streppel naar de afgelopen 5 jaar. Meneer Streppel, de eerste taak van de commissie was een inventarisatie van de naleving van de Corporate Governance Code. Wat zijn de belangrijkste vorderingen in de afgelopen 5 jaar? Dat het steeds iets beter gaat eigenlijk. En als je het over de monitoring zelf hebt, dus ik heb het niet over de specifieke onderwerpen die we hebben behandeld. Maar als je gewoon kijkt naar de code met zijn principles en best practices, dan zie je dat zeg maar, het nalevingspercentage langzaam maar zeker wat omhoog kruipt. Maar je ziet ook dat er een paar onderwerpen zijn die maar langzaam vooruit gaan. En daar leg je dan de vinger op in de hoop dat het helpt. En het helpt een beetje, maar sommige dingen zijn we toch niet snel genoeg gegaan. En als we eerst nog even kijken naar de onderwerpen waar het wel goed is gegaan. Wat zijn nou onderwerpen die de afgelopen 5 jaar echt verbeterd zijn? Risicomanagement is sterk verbeterd. Dan heb je niet alleen over dat risicomanagement verbeterd is in de bedrijven, maar ook met name de rapportage daarover is erg verbeterd. Kunt u ook onderwerpen noemen, los van toepassen en uitleggen, waarvan u zegt, daar is eigenlijk ook het toepassen niet zo, dat gaat nog langzaam aan vooruit? Ja, daar, beloningen is het hete onderwerp en het is een heet maatschappelijk onderwerp. Voor de rest kun je afvragen, als je het over 200 mensen hebt, hoe belangrijk het uiteindelijk is. Maar het heeft zo'n enorm zwaar licht op zich gekregen dat beloningen in beursgenoteerde vennootschappen gewoon goed geregeld moeten worden. De enige manier eigenlijk om iets aan die beloning te doen is niet zozeer om al die regels maar eens weer te gaan veranderen. Misschien moet je ze wel een heleboel van wegdoen. Maar tegen commissarissen te zeggen, want die zijn de werkgever van de bestuurders. Tegen commissarissen te zeggen, vereenvoudig het systeem nou eens gewoon. Ga nou naar een beloningsbeleid dat heel praktisch is met niet al te veel KPI's zoals ze die noemen. Die performance indicatoren. Als je dat nou heel eenvoudig maakt, dan is het in ieder geval zo dat je aandeelhouders en de kranten ook, dat je die kunnen begrijpen. En dan mag IFRS, zo gauw er een aandelenbeloning bij is, tot een paar andere conclusies komen, omdat die telkens op een tijdstip al die beloningen moeten waarderen. Nou, daar moeten we dan maar een beetje afstand van nemen. Maar dan kunnen we in ieder geval kunnen we wat duidelijker zijn. Na de publicatie van uw eindrapport is er ook vanuit de schragende partijen wat kritiek geweest. Een Medion noemde het rapport een gemiste kans. Ja. De VEB noemde het een teleurstellend testament. Ja. En onlangs kwamen daar ook nog 5 aanbevelingen bij van de eerste commissie Tabaksblad. Ja. En alle drie waren eigenlijk van mening dat de code aangepast had moeten worden door uw commissie. Nee, dat is niet zo. Dat is niet zo. De leden van de commissie Tabaksblad, zonder Tabaksblad dan, want die is helaas overleden, hebben dat niet gezegd. Die hebben een paar adviezen gegeven waarop de code gewijzigd zou moeten worden. En dat spoort eigenlijk bijna 1-op-1 wat wij ervan gezegd hebben in het eindrapport. Wij hebben in ons eindrapport ook gezegd dat de aanleiding is voor de volgende commissie om naar de code te kijken. En we hebben ook geadviseerd dat anders dan mijn commissie, dat de volgende commissie ook het initiatief tot wijziging mag nemen. Dat mocht mijn commissie op zich niet. Ik had natuurlijk wel de wandelgangen door kunnen gaan om te zeggen, geef mij nou eens opdracht om de boel te gaan wijzigen. En die wandelgangen heb ik ook wel betreden, moet ik zeggen. Want wij zijn regelmatig in contact met onze schragers geweest. En ook nog, minder dan een jaar geleden, hebben wij tegen ze gezegd, kijk, als er aanleiding is om de code te veranderen, om die wijziging aan te brengen, dan moet deze commissie, mijn monitoringcommissie, moet nu door jullie opgedragen worden om codecommissie te worden, want het kan niet zo zijn dat wij zeg maar, onze periode van 4 jaar dan nog eens even oprekken door een codecommissie te worden. En daarvan zeiden de schragers, inclusief Eumedion en de VEB die dan op het laatste moment kritiek hebben, dat we dat midden in de crisis vooral niet moesten doen, waar ik het overigens mee eens was hoor. En het is een beetje flauw natuurlijk om dan de publiciteit te zoeken en zeggen waarom heb je het niet gedaan. Hun PR-organisatie is prima, maar het is gewoon een beetje flauw.
En dan kom ik ook even op de andere schragende partijen. Bijvoorbeeld de VUIO of VNO-NCW. Die hebben we eigenlijk niet gehoord. Nee, die gaven ook het advies om het niet te doen. En toen we het niet deden, zijn ze ook niet gaan klagen. Nee, maar zij reageren natuurlijk vanuit de onderneming bezien. Dus misschien zitten zij ook niet te wachten op weer een aanscherping van de regels. Is dat ook het nadeel van het Nederlandse model, dat we toch steeds zoeken naar die consensus en dat compromis, en dat er daardoor nooit echt een stevig statement wordt gemaakt? Nou, er zijn natuurlijk wel stevige statements gemaakt. Als je kijkt naar het functioneren van ondernemingen, als je kijkt naar het functioneren van commissarissen, van bestuurders binnen de code, en hoe aandeelhouders zich gedragen ten opzichte van Nederlandse ondernemingen. En ik vergelijk daarbij met Engeland, waar ik ook zeg maar non-executive director ben in een FTSE 100 onderneming. Er is helemaal geen verschil. In Nederland hebben we altijd de neiging om tegen elkaar te zeggen dat we niet daadkrachtig genoeg zijn. Het is gewoon niet waar. Onze code is niet slechter dan de Engelse code. De implementatie van onze code is zeker niet slechter gegaan dan die in Engeland. En als je de sfeer ten opzichte van de code in de bestuurskamers ziet, en ik kijk in de Engelse bestuurskamer, dan is het steeds meer het geval dat Engelse bestuurders het opgelegde regulering vinden en dat in de Nederlandse bestuurskamers er altijd nog gezegd wordt, ja, dit kan ons op zich kan ons wel dwars zitten, maar dit hebben wij afgesproken. En dat is een heel groot verschil. En dat verschil moet je vooral houden. Het werkt in Nederland goed, het past ook in onze cultuur, het past in onze principle-based cultuur, vooral koesteren. Tot slot, u heeft de volgende commissie al nadrukkelijk gevraagd om de herziening van de code op te pakken. Waar ligt wat u betreft de grootste uitdaging of de grootste prioriteit? De eerste prioriteit, omdat het een zelfgereguleerde code is, om te zorgen dat het compliant explain model dat die goed ingevoerd blijft. Dat is het eerste. En dat is de bestaande anker. Als je daarvan af gaat wijken, dan werkt deze code niet meer. Dus ondernemingen moeten zich beter dan wel nog beter gaan gedragen. Met name verklaren waarom of ze iets niet toepassen in het belang van de onderneming en de participant aan de onderneming. En als ze die verklaring niet goed kunnen vinden, dan moeten ze zich gewoon aan de code houden. Dus dat is een enorm belang. Daar hoef je de code op zich niet voor te veranderen, staat er duidelijk in, maar je kunt het nog wel een keer benadrukken. Het tweede, er is een grote discussie over, is dat de beslissing die de commissie Frans in de tijd heeft genomen om te zeggen, commissarissen en leden van en de raad van bestuur moeten over maatschappelijk verantwoord ondernemen praten. En daar moeten ze dus verslag over uitbrengen. Die bepaling is denk ik in toenemende mate is die belangrijk en die heeft wel nodig, denk ik, dat je daar ietsje duidelijker over bent. En ietsje duidelijker over zijn is dat maatschappelijk verantwoorde ondernemen behoort tot de strategie van de onderneming. En daar waar de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen commentaar geven in hun jaarverslagen over de strategie van onderneming, hoort maatschappelijk verantwoord ondernemen geïncorporeerd te zijn erin. Zo zijn er ook nog een paar wetswijzigingen geweest die niet in de code staan. Het aantal commissariaten dat je mag hebben en dat soort dingen. Moet ons gewoon aan de wet aanpassen in de code. Hetgeen niet wil zeggen dat de code niet strenger zou mogen zijn dan de wetgeving. De wetgeving is de de minimis bepaling. En een code mag best strenger zijn, maar daar moeten marktpartijen moeten daar dan wel over eens worden. Nou, die taak wens ik de volgende commissie graag toe.